Welkom bij deze video over Querio Connect. En in deze video gaan we proberen om onze mailserver te koppelen aan Active Directory. Je ziet dat ik op dit moment de domeincontrole heb geopend. Ik zit dus op de DC1. En hier op de achtergrond heb ik alvast de pagina geopend van gfi.com, oftewel de maker van Querio Connect. En op de pagina bij Support en Tools vind je hier de Querio Connect Active Directory extension. Wat we namelijk straks willen gaan doen, is door deze extensie uit te voeren. Daarmee wordt het schema, de database dus, van Active Directory geüpdate, veranderd, zodat je dus ook e-mailadressen daarin kwijt kan en dat die koppeling kan plaatsvinden. Dat is best wel een interessante en uitdagende uitbreiding. We hopen dan ook dat het goed gaat uiteraard. Dus wellicht is het handig om op dit punt eventjes een snapshot te gaan maken. Ik heb hem hier al gedownload. En ook hier rechtsklik en ik ga hem uitvoeren als admin. Ik zal deze even verkleinen. Ik kies voor Engels. En ik laat de installatie eventjes doorlopen. We gaan de wizard door. En als dit allemaal goed gaat, dan wordt dus de database wordt aangepast van onze Active Directory. Nou, dat ging vrij snel en lijkt erop soepeltjes te gaan. Ik ga overschakelen naar onze mailserver. Ik ga weer terug naar mijn admin panel. En ik kies hier bovenin, hier bij configuratie, vind ik hier de domeinen. En daar hebben we één domein, namelijk mediatech.lan. Als we dit domein aanklikken en gaan bewerken, vinden we een van de tabbladen hier terug en die heet Directory Service. Die klikken we aan. Er zit een vinkje. Map user accounts and groups from a directory service to this domain. Dus wat we hier zo meteen mee gaan doen, is dat we de Querio Connect mail server koppelen aan Active Directory. En dat we dus gebruik kunnen maken van users in Active Directory. En dat we dus niet een user moeten aanmaken in Active Directory en daarna los in Querio Connect. Of daarna nog eens een keer los moeten gaan importeren vanuit Active Directory. Oké. We kunnen hier kiezen uit twee soorten directory services, namelijk de Open Directory van Apple en de Microsoft Active Directory. In dit geval is het logisch dat we kiezen natuurlijk voor Active Directory. De hostnaam binnen het domein is DC1 in mijn geval. En ik geef de credentials op van de admin. En vervolgens kan ik de connectie nog even testen. Nou, gelukkig dit is allemaal goed gegaan. Dus op dit moment zijn we dus gekoppeld. Hoe kan ik dat laten zien? Ik schakel terug naar de domeincontroller. Ik open de server manager. Ik ga naar de ADUC, oftewel de Active Directory Users and Computers. En binnen mijn Organizational Unit, MT Users, ga ik een nieuwe user maken. De volgende. We geven een veilig wachtwoord op. In geval van een testsituatie zet ik deze twee vinkjes even aan. En je zal zien in de volgende stap dat er iets aan toegevoegd is, namelijk het vinkje Create a Querio Connect Mailbox. En dit wordt dan het mailadres, dus rog@mediatech.lan. Volgende, finish. De user is aangemaakt in Active Directory. Ik ga terug naar mijn mailserver. Ga
naar users. En je ziet hier dat de user is aangemaakt ook in Kerio Connect. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video, waarin we dus een koppeling hebben gemaakt door een extra stukje software te installeren op de domeincontroller, waarmee het schema, de database van Active Directory is uitgebreid, is aangepast, zodat Kerio Connect daar gebruik van kan maken. En vervolgens hebben we Kerio Connect binnen dit adminpanel gekoppeld aan het domein.